Ik weet dat ik ook voor de start mijn opwarming ging doen op de rollen en dat ik volledig in paniek sloeg. Dat ik halfweg die opwarming gestopt ben, beginnen wenen. Volledig in paniek omdat mezelf de druk al opgelegd is. Vandaag rijd ik de ronde voor een goed resultaat. Het is erop of eronder en anders kom ik nooit meer terug. Ik ben dan eindelijk naar de startlijn gegaan, ben mij op de eerste rij gaan zetten. Ik zeg tegen mezelf in mijn hoofd van vandaag wordt mijn dag. Dus ik zeg dat niet veel in mijn carrière, maar ik heb dat dan toch wel uitgesproken in mijn binnenste voor mezelf. Vandaag wordt mijn dag en van in de start een goed gevoel en er volledig voor gaan. Ik had die op training heel veel gedaan en ook opgedemarreerd eigenlijk. En ik wist van boven komen is niet het einde van die klim eigenlijk, waar je van die kasseitjes komt. Dat loopt zo nog wat door en daar heb ik eigenlijk vol versneld eigenlijk en enkel eentje was nieuw. Mijn ploegleider wist dat niet in de auto dat ik dat van plan was. Hij had ook niet gezegd dat ik het moest doen eigenlijk, omdat hij mij wel wat kende. Dus ik hoorde wel in mijn oortje van waar begin je aan ergens, wees voorzichtig en temporiseer een beetje. Maar dat is allemaal goed gekomen. Ik voelde me toen wel al sterker dan haar eigenlijk. Als ik bij haar in het wiel zat, kon ik wel eventjes zo terug een tempo vinden waarvan ik dacht van dit kan ik hier wel nog lang volhouden. Maar je weet dan ook wel, dit tempo is niet genoeg om de koers te winnen eigenlijk. Dus dan meegenomen tot aan de muur en dat de muur is vol doorgaan en ja, dan had ik ze wel snel kwijt. Heel veel publiek, zeker op de muur eigenlijk, dat is een hoogtepunt dat je daar passeert, maar van wat publiek voor ons dan eigenlijk. Heel hard, je hoort constant je naam eigenlijk roepen. Dan ook op het laatste, alleen mijn vrienden, ouders, mijn vriend die nog in de laatste kilometers toch nog ergens een tussenpunt had gevonden om te komen supporten. Op een stukje, ik weet dat nog heel goed, zo de brede baan, de laatste rechte lijn, zo, die stonden daar nog een keer. Ja, ik wist die hadden mee niet staan, maar die stonden daar op dat moment en dat was echt nodig. Want het was een stukje vast plat en die wind sloeg tegen. En ja, als je daar niet keihard staan roepen, dan had ik waarschijnlijk een tandje teruggeschakeld en was het misschien net niet. Je wordt aangesproken, zelfs nu nog 10 jaar later, over die wedstrijd eigenlijk. Na die lijst dan de mensen al mijn andere prestaties wat vergeten. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik gelinkt word aan het vrouwenrennen eigenlijk en aan die prestatie. Ja. Ik word nog aangesproken over mensen, dat mag zijn dat ik 10 jaar ouder op mijn fiets zit. De mensen blijven mij precies nog herkennen. Als ik ergens een toertocht rijd of ik kom ergens waar dat wielrennen naar gelinkt is, dan kan een man dat ik niet ken of een vrouw mij aanspreken van ben jij dat die de ronde won? En ja, dat doet toch nog wel iets.